Dames en heren, welkom bij deze spannende Interland van vandaag. Mijn naam is Evert ten Apel en naast me zit Jori Mulder. Het thuisspelende team gaat in deze opstelling van start. Ze verschijnen vandaag in een klassieke 4-4-2 opstelling aan de start, waarbij de twee spitsen voor de doelpunten zullen moeten zorgen. Met deze formatie stapt de uitploeg het veld op. Ze gaan van start in een 4-2-4 formatie. De aftrap is genomen en we zijn begonnen. Hopelijk krijgen we veel moois te zien vandaag. Een schot. Wordt dit het begin van een nieuwe aanval? Ze krijgen een ingooi. Saka. Ja, en nu? Hij heeft meerdere opties. Saka! Hij zit erin. En hier is de aanvoerder van het elftal trefzeker. Ja, hij drukt echt de stempel op deze wedstrijd. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. En dat was het eerste doelpunt van de wedstrijd. Die gaat uit, het is een inworp. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Eliseu. Hard, een gevaarlijke situatie. Er zijn spelers mee. Die bal zijn ze kwijt. Balbezit voor de tegenpartij dus.
Ja, nu! Moutinho! En dat schot bereikt het doel niet. De bal wordt tegengehouden. Trap erin hoor. De buitenspelval. Saka. Dat levert het gevaar op zo'n schot. Kijken wat ze met die corner kunnen. Fabian Lustenberger. Ze mogen een hoekschop nemen. De doelman reageert goed op die hoekschop. Lang. Zo, daar gaat hij mooi voorbij. Die man is hier kwijt. Hij is er bijna. Uitstekend gedaan hoor, keeper. Tikt hem door met het hoofd. Lang. Belangrijke tackle. Hij gooit de bal voor het doel. Eens kijken of er iemand tegenaan loopt. Cristiano. Ja, en nu? Stop de eerste. Knap rondgetikt. Quaresma. Het is een doelpunt, ze gaan weer gelijk op. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. Fabian Lustenberger, Miroslav Klose. Mooie actie van die verdediger. Wat een inzicht. Cristiano Ronaldo. Moutinho. Fabian Lustenberger. Bal is over de lijn inworp. Lang. Fabian Lustenberger. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Hij schiet. Raak, hij zit. De goal vanuit een andere hoek.
Moutinho. Quaresma. De bal gaat heen en weer. Quaresma. Hier wordt goed gepaast hoor. Fabian Lustenberger. Einde balbezit. Ze zijn de bal kwijt aan de tegenstander. Moutinho. Van die verdediger heeft hij geen last meer. Mooi uitgespeeld. Wat gaat hij doen met die bal? Prima ingegrepen. De vlag gaat omhoog en dat is jammer, want hij was er door. Dit is Klose. Rodriguez. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeert niet zomaar. Quaresma. Ja hoor, goed gevangen. Keeper reageert prima op die voorzet. Ze mogen ingooien. Fabian Lustenberger. Die komt er met de bal uit. De scheidsrechter fluit. Ja, prima vrije trap. En ook een goede redding van de keeper. Hij wordt op een correcte manier van de bal afgezet. Eliseu. Cristiano Ronaldo heeft hem. Jan Sommer. Met die tackle herovert hij de bal. Eliseu. Ja, en wat nu? Blijft het bij een vrije trap? Kijk nou, hij zit erin. Uiterst beheerst afgemaakt hoor. Ja, je verwacht ook niet anders bij hem. Maar goed, ik zeg het je, het ziet er een stuk makkelijker uit dan dat het is. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Quaresma, Moutinho, Moutinho.
Goed gezien, zeg. Hij zag het gebeuren en deed wat hij moest doen om die bal te onderscheppen. Dat was gruwelijk mooi. En doelpunt! Ze houden niet op. Aan zo'n voorsprong is nu niets meer te doen. Nee, dat redden ze niet meer. Uitstekende aanname en meteen in de hoek prikken. Goed gedaan. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Deze twee teams zijn duidelijk niet van hetzelfde kaliber. Quaresma. We gaan rusten bij een stand van 4 tegen 1. Deze speler verdient lof voor zijn spel in de eerste helft, Jori. Nou, zijn spel is een beetje wisselvallig, om eerlijk te zijn. Hij zal natuurlijk blij zijn met dat doelpunt. Maar goed, die penalty die had er natuurlijk ook gewoon in gemoeten. Ze gingen wel met een voorsprong de kleedkamer in, even. Daar gaan we. Tweede helft is begonnen. De eerste helft was nogal eenzijdig en het wordt lastig om zo'n achterstand nog in te lopen. Coutinho speelt de bal weer terug. Voorzet voor Nop. Zijn goal nog even mooi in beeld gebracht, hoor. Hij schiet hem vanuit de 16 met een wrevende rechteronderhoek. Rodriguez. Over de flank gepaast. Met het hoofd, maar de doelman zit er goed bij en voorkomt een doelpunt. Wat heeft hij voor ons in petto? Fabian Lustenberger. Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel. Hij heeft volop afspeelmogelijkheden. Fraai, goed gedaan. Mooi schot. De hoekschop wordt zo genomen. Er komt de Portugese wisselspeler aan.
op de stip. Ingeschoten door die strafschop. Hij schiet die penalty erin. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Er wordt een eenzijdige pot vandaag. Quaresma. Cristiano Ronaldo heeft hem. Xhaka. Nou eens kijken wat hij doet. Heeft hij oog voor zijn ploeggenoot? Sommige scheidsrechters zien het niet en fluiten voor een overtreding. Maar deze scheidsrechter heeft het spelletje. Wat een snelheid. Schiet achter via de doeltrap. Toch nog een gele kaart. Het duurde even, maar hij vond het blijkbaar toch een zware overtreding. Deze trainer voert een wissel uit. De blessure van daarnet is nog niet weg. Juru. En hij is weer aan de bal. Hij speelt uitstekend vandaag. Eliseu. Het schot. Een schot van afstand, maar geen enkel probleem voor de keeper. Nee, deze keer niet. Nee, hij heeft een goed afstandsschot. Misschien moet hij nog een keer proberen. Er komt een Portugese wisselspeler aan. Rodriguez. Die paas gaat breed. Pepe. Quaresma. Fabian Lustenberger. Bal kwijt. Eens kijken hoe ze omschakelen nu.
kiest op het goede moment. Hij staat gewoon verkeerd te dekken en is zijn man zomaar kwijt. Oh, de bal komt terug van de paal. Hij scoort. En dat is zijn tweede, nog eentje voor een hattrick. Die bal past er precies in, geplaatst doelpunt, kun je wel zeggen. De goal vanuit een andere hoek. Dat publiek horen juichen. Er zijn ergere manieren om naar de kant te worden gehad, Jori. Nou, dat kun je wel zeggen, Evert. Maar ik vind dat deze speler dat ook wel verdiend heeft. Hij heeft echt een fantastische wedstrijd gespeeld. Echt spannend zal het vandaag niet worden. José Fonte, Pepe, Quaresma. Nee, daar gaat het balbezit en meteen weer druk zetten. En het schot. De doelman werpt zich in de baan van die pegel. We krijgen zo de hoekschop te zien. Blijft in het spel. Dat bleef het gevaar op zo'n schot. Gaat hij het redden? Fantastische redding van de keeper. Maar wat een enorme knal was dat, zeg. Hij gaat zo laten zien wat hij met een corner kan. Wordt hij nu al naar de kant gehaald? Dat is wel een vroege publieksrissing, toch? Ja, of misschien sparen ze hem, want hij heeft echt geweldig gedaan vandaag. En hij verdient ook wel even een applausje in de ontvangst te nemen. Shaqiri. Fabian Lustenberger. Hij fluit voor buitenspel. José Fonte. Eliseo.
Dat is een kansrijke paas. Bal komt terug. Pepe. Hij is langs de verdediger. Die paas zorgt voor gevaar. De scheids. Ze hebben beslist. Buitenspel. Hij wordt onder luid applaus naar de kant gehaald. En wat heeft hij een belangrijke rol gespeeld vandaag? Ja, zeg dat wel even. Deze speler heeft zijn hele team op sleeptouw genomen vandaag. En het zal me niet verbazen als hij straks de wedstrijdbal mee naar huis neemt. Nani, Eliseu, de bal komt goed voor, maar wordt onderschept. De scheids fluit en legt de bal op de stip. Kans dus voor Portugal. Dat moet wel rood zijn. Hij kon kiezen tussen een doelpunt en een rode kaart en hij kiest voor het laatste. Ik vind het wel een goede keuze, Evert. Gewoon neerhalen die speler, want anders kan je een goal tegen. Dan maar met z'n tienen verder. Wat een blinde sliding. Hij neemt de speler mee. Hij maakt de sliding, maar daarbij raakt hij de man. Hij schiet ernaast. Ja, zo neem je toch ook geen penalty. Dus snel vertrokken en dus afgefloten voor buitenspel. Een overtuigende overwinning, hoor. En verdiend, als je het mij vraagt. Ze waren stukken beter. Hij speelde vandaag de sterren van de hemel. Wat een optreden. Ja, geweldig. Hij heeft er gewoon twee gemaakt. Hè. Dat is toch knap. En hij barst van het zelfvertrouwen, dat zie je. Je ziet zijn medespelers ook opleven als ze met hem kunnen samenspelen. En ja, ik denk dat dat vandaag ze de zege heeft opgeleverd.